Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Sta je nu naast? Nick Beukma. Je bent nog even aan het bijkomen, zie ik. Ja, de eerste ronde had ik wat meer weerstand dan ik had verwacht. Was misschien nog een beetje in de war, maar de tweede ronde voelde ik me weer rustig, herstelde ik mezelf en kon ik doen wat ik normaal ook doe. Super. Rechterhoek was het die het geëindigd heeft vandaag? Ja, rechterhoek, linkerhoek, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was een beetje een waas. Ik voelde gewoon de shots en ja, het voelde gewoon goed. Ik voelde elke keer als hij mij raakte niet heel hard. Ik kon rollen met alles. En ik merkte zelf dat mijn geplaatste stoten heel goed en hard aankwamen. Was dat ook een beetje een focus tijdens de trainingskamp misschien? Niet zozeer. In het verleden heb ik meer een grappling aanpak gehanteerd. Maar ja, ik hoop dat ik nu heb laten zien dat ik ook met de handen kan. En, ja, ik heb nog veel meer tools die ik nog niet heb kunnen laten zien. Maar ik ben wel tevreden met hoe het is gegaan. Want we hebben natuurlijk ook jouw teamgenoot eerder geïnterviewd. Die heeft gezegd dat we je in de gaten moeten houden. Dat hebben we gedaan en dan hebben we dit voor elkaar gekregen. Heb je ook je tegenstander geobserveerd voordat je er met hem de kooi instapte? In dit geval niet. Ik kon niet heel veel vinden überhaupt over mijn tegenstander. Hij debuteerde natuurlijk. Dus ik heb het gewoon open gehouden en in principe verandert mijn gameplan niet heel veel in dit stadium. Dus ik heb niet heel veel research gedaan, als ik heel eerlijk ben. Nee. Ja, waarom heb je hem dit nou aangedaan? Het was zijn debuut. Het was zijn debuut. Dit was ook mijn debuut bij Cage Warriors. Dus ja, debutant tegen debutant. Want hoe was het om nu ineens op dit podium te gaan staan hier bij Cage Warriors? Ja, fantastisch. Sowieso met mijn team erbij, een hele sfeer. Het is gewoon iets wat ik nog nooit heb gehad. En het voelt fantastisch. En ik kijk ernaar uit om hier nog een keer te vechten. Bracht dat ook valkuilen met je mee bij het trainingskamp? Onder andere dat je ook geen footage had van je tegenstander. Maakte dat het extra lastig? Nee, voor mij niet zozeer. Ik heb een heel universele aanpak. Ik kan mezelf toepassen waar de zwaktes liggen van mijn tegenstander. Als ik zie dat ik hem kan raken zoals hier, dan raak ik hem. Als ik zie zijn grappling laat dat te wensen over, dan pak ik hem daar. Dus nee, niet zozeer. Was het ding ook vooral bij de eerste ronde dat je ging kijken naar hoe vecht hij? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik me in die zin ook een beetje mee laat slepen daardoor. Iets passieve aanpak. Ik weet van mezelf, ik ben heel sterk op de grond. Dus dat is niet een positie waar ik mezelf snel zou vinden of wat ik had zien aankomen. Maar mijn jiu-jitsu houdt me daar comfortabel. Als ik daar ben, dan weet ik dat ik niet gechoked word. Dus ja. Hey, nou, hartstikke bedankt, man. Dus we gaan jou snel eerder terugzien in de kooi weer. Heel graag, heel graag. Super, dankjewel, man. Ga je vandaag samen naast? Bidde tabla. Je hebt natuurlijk net je gevecht gehad. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. En je hebt behoorlijke aanhang, ook als je hier om ons heen kijkt. Overal mensen die inderdaad gelijk foto's aan het maken zijn. Je bent gelijk met een heel team natuurlijk. First thoughts after the fight, hoe is het met je? Vertel wat. Ja, perfect. Nergens schade. Gewoon hierachter lekker feesten. Ah ja, wat moet ik je zeggen, broer? Heb je goede plannen voor vanavond nog? Ja, ik denk... broer. Dat is wel onze ding, ze gaan me niet verstaan, snap je? Het is wel West-Vlaanderen. Hoe is het vandaag om op dit podium te staan? Dit grote podium van Cage Warriors Lowlands? Ja, best leuk. Het is de eerste match, wedstrijd. Ah ja. Gelijk mooi afgesloten natuurlijk. Tuurlijk. Vertel eens wat over je tegenstander. Wat viel je op tijdens de wedstrijd? Ik vond zijn striking niet zo goed. Kracht was ook anders. En voor de rest moest de conditie beter zijn, ging het makkelijker gaan. Hoe was je voorbereiding voor dit gevecht? Heb je nog extra gekeken naar hoe die andere vechter in elkaar zat? Eigenlijk niet, want ik had gehoord dat hij ook zijn eerste wedstrijd heeft, maar blijkbaar dus niet. Dat was de tweede, denk ik. Ja. Had je nog wat targets tijdens de voorbereiding van dit gevecht in je trainingskamp? Niet echt eigenlijk. Oké, wat waren de valkuilen tijdens het trainingskamp? Liep je nog ergens tegenaan? Ik had geen valkuilen. Is het allemaal gewoon helemaal goed gegaan? Die dieet was wel lastig. Als je geen suiker mag eten. Dat was part of een weight cut zeker? Ja toch. Want die weight cut was echt lastig. Was dit de eerste keer dat je zo echt moet hebben weight cutten? Ja, ik was in de sauna geweest. En 3 kilo moet afvallen, dat is echt lastig daar in de sauna. Super. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis?
Ja, ik wil kortelijk bedanken. Aan iedereen bedanken die mensen mee geweest. Moses bedanken. En natuurlijk Lucine Keita. En mijn coaches, Younes, Steven. En Keen natuurlijk. Dankjewel, boys. Super, dankjewel, man. Ik sta hier vandaag naast. Arie Duifhuizen. Om te beginnen, gefeliciteerd met vandaag. Ja, dank je man. Dat was een leuke pot, man. Ja, het was een heftig gevecht inderdaad. Om te beginnen, first thoughts after the fight. Hoe ging het? Ups and downs, man. Ups and downs. Zeker de eerste ronde ging niet zoals ik gepland had. De tweede kwam ik wat meer terug en die derde heb ik wel kunnen domineren, man. Maar ja, ik wilde meer staan. De gameplan was staan, weet je. Maar ja, ja, word je toch meegenomen naar de grond. Hij is sterk. Je merkt naarmate de rondes verder komen dat hij moeier werd. En toen kon ik wat meer mijn dingen gaan doen, man. Maar ja, respect, man. Ja, je merkte dat het gevecht inderdaad heel snel ook naar de grond ging, ja, hè? Ja. Was dat ook een beetje, was je daarop voorbereid? Ja, dat wel. Maar ja, je doet in voorbereiding gewoon takedown defense en je wil gewoon blijven staan, zeker tegen een worstelaar. En ja, dan haalt hij je toch naar de grond. Nou, vanaf daar was de gameplan gewoon blijven werken, man. Hij wordt moe en jij kan gewoon blijven gaan. Dat is toch gelukt. Was de spanning op dit podium, was er enorme spanning achter dit? Het is nu de tweede keer dat ik hier heb gestaan bij Cage Warriors. De eerste keer had ik dat wel meer. En dit hier was ik juist ontspannen, maar misschien daardoor gewoon een beetje die eerste ronde nog een beetje inkomen. Ja, man. Waar had je je voornamelijk op gefocust tijdens de trainingskamp? Staan, man. Staan. Hem op afstand houden en zorgen dat hij niet bij die takedown komt, man. Maar ja, je ziet het. Kleine kooi, de pressure is er. Ja, dan uiteindelijk forceert hij toch een takedown en pakt hij daar toch zijn puntjes, man. Maar, waren dat ook wel een beetje valkuilen tijdens de trainingkamp? Onder andere focussen op die takedown defense van hem? Ja, weet je, dat de vorige keer ook heb ik toch een beetje veel op mijn tegenstander gefocust. En nu merk je weer dat je iets wat veel focust op wat hij kan doen in plaats van wat je zelf kan doen. En dat ga ik echt meenemen in de volgende keer. Focussen wat ik goed kan en niet zoveel naar hem kijken. Want, dat is een mooi leermoment voor de volgende partij. Zeker, zeker. Waren er ook onder andere momenten in het trainingskamp waarbij je echt op het moment zelf erachter kwam dat dat echt specialiteiten van jou waren? Ik ben altijd wel meer op staand geweest. Kijk, op de grond vind mezelf niet slecht, maar zeker qua worstelen is er nog hoop te leren. BJJ gaat wel. Alleen worstelen, ja, hoop te leren, man. Wat was je eerste reactie toen je te horen kreeg dat je tegenover zo'n worstelaar kwam te staan? Ik dacht alleen maar leuk man. Ik kan laten zien wat ik staand kan. Ik raakte ook een paar goede stoten, harde stoten. Maar niks wat me eruit heeft kunnen slaan. Dus dat is ook een mooie om mee te nemen. Je hebt ook onder andere wel, neem ik aan, veel geoefend ook met op de grond. Voor tijdens het gevecht, voor het geval dat. Ja, zeker. Maar ja, in dit partij is het toch anders. Je merkt, hij is gewoon sterk, korte, stevige gozer. Ja, dat is gewoon pittig. Ja, dus ja, dan moet je hem staand gaan houden, ja, natuurlijk. Zeker, man. Ja, hey, je hebt trouwens echt heel goed gevochten. We merkten ook, het was vooral een hele agressieve pot. Had je dat ook verwacht? Ja, dat wel, man. Ik had ook in voorbereiding, mijn coach zegt wel eens War Dog. Dus die gedachte heb ik gewoon meegenomen. De War Dog, gewoon war. Maakt niet uit. Weet je, je kan ons raken, je kan bovenop komen. Maar niks gaat me eruit halen, man. Ik blijf gewoon vechten totdat die laatste bel gaat. En dan zorg dat ik alles gedaan heb wat erin zat. Je focust je voornamelijk dus ook nog op je eigen techniek, hoe jij ermee. Zeker, zeker. Ja. Hey, super bedankt, man. Gefeliciteerd. Nog. Yes. Champs Talk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.